Ja, hoe ik bij Meubel Slaaphuis terecht ben gekomen is eigenlijk via social media. Ik was op zoek al naar spulletjes, ik wilde eigenlijk een nieuw interieur. Ik had wat ideetjes opgedaan doordat ik Meubel Slaaphuis ben gaan volgen op social. En ik dacht op een gegeven moment, ik google het adres en ik denk, ga met die banaan op naar Meubel Slaaphuis. De eerste indruk die ik kreeg bij Meubel Slaaphuis was eigenlijk het warme welkom. Ik vind het altijd wel belangrijk, je komt niet alleen voor de meubels, maar ik vind een warm welkom. Hè? En dat je, ja, ze hebben echt hele leuke meiden die er werken. De eigenaar is ook super chill. Dat vond ik wel gelijk als eerste indruk wat op mij overkwam. En ik moet zeggen, van de buitenkant lijkt het niet zoveel. Dan denk je, waar ben ik beland? En dan kom je binnen en dan is het een walhalla aan diversiteit, aan sfeer, aan meubels, aan stijlen. Dus ik werd echt helemaal gek toen ik hier binnenliep. En het loopt dan ook nog eens helemaal door. Ja, ik was echt flabbergasted aan de zoveel keuze wat ze hebben waar je uit kan kiezen. Dus de keuze was reuze, maar ook in dat geval ook weer moeilijk om te maken, omdat er zoveel is. Ja, het assortiment is zo leuk. Waarom? Je hebt zoveel verschillende soorten stijlen, van industrieel tot een beetje shiny, Dubai-achtig, de Erik Kuster-stijl, modern, strak. En ik ben zelf wel van de strak en een beetje fluffy dingen, een beetje met warmte erin. Maar daarnaast heb je ook voor ieder wat wils qua accessoires die dan ook weer bij de meubels passen. Dus je kan hier gewoon in één keer voor alles terecht. En dat vind ik wel fijn, dat je niet ook nog naar andere winkels moet om je accessoires te halen. Ik zou zeker Meubel Slaaphuis aanraden. Aan wie dan ook. Binnen, buitenland, Rotterdam, Amsterdam. Nee, echt. Ja, want er is voor ieder wat wils. Ik heb hier ook een oud stelletje rond zien lopen. Die gaan dan meer voor het een beetje het klassieke. Hè? Met comfortabele stoelen die naar achteren kunnen. Maar ook inderdaad het strakke. Het is zo divers. En ja, ik denk echt, als je hier niet slaagt, het is allemaal te vinden hier. En dat winkelt ook gewoon heel prettig. En je wordt er heel hebberig van ook. Ja, het is verschrikkelijk. Eigenlijk is deze winkel helemaal niet leuk, want je wil alles. Althans ik. Als ik Meubel Slaaphuis een cijfer zou moeten geven, zou dat, klinkt overdreven, maar ik ga het toch doen. 10+. Ja, 10+.